De officier van justitie in Breda heeft donderdagmorgen 18 jaar cel geëist tegen een 29-jarige Antwerpenaar. Voor de moord op eigenaar M. Benjilali in het theehuis La Montagne Vert in Roosendaal. De man werd in 2007 doodgeschoten. Is tijdens de zitting de toedracht van de zaak wel duidelijk geworden? Nou, niet helemaal duidelijk, omdat we het natuurlijk moeten doen met de verklaringen van beide verdachten. Het slachtoffer is overleden en getuigen zijn er niet. Er is alleen een buurvrouw die geluiden heeft gehoord en de politie heeft gealarmeerd, maar die heeft verder ook niks gezien. Dus we moeten afgaan op de verklaringen van de beide verdachten en de interpretatie daarvan door de officier van justitie en de advocaten. En die zijn niet helemaal gelijkluidend. En wat heeft zich dan volgens de verdachte afgespeeld? Volgens de verdachte zijn ze dus gestoten op het slachtoffer. Hen was gezegd dat ze daar in het betreffende pand hash zouden kunnen vinden en het pand zou leeg zijn. En ze kwamen daar binnen en ze stoten op deze man. En die zou hen in de visie van deze verdachte, of in de lezing van deze verdachte, zou hen met een stuk gereedschap te lijf zijn gegaan. Daarop zou een worsteling zijn ontstaan en zou het slachtoffer zijn mishandeld. Zijn op een gegeven moment ook zijn vastgebonden en op een gegeven moment door twee kogels dodelijk getroffen. De achtergrond van deze verdachte, zijn Marokkanen uit Antwerpen? Het zijn Marokkanen uit Antwerpen. De verdachte die later terecht zal staan, dat zal half volgend jaar zijn, die zit nog vast voor andere feiten in de gevangenis in België. En deze verdachte heeft ook een fors strafblad, een aantal veroordelingen, ik meen 6. Waaronder een van 1,5 jaar en zelfs een van 4 jaar, ook voor gewelddadige diefstallen en dergelijke. En dan komt er nog een derde verdachte in november voor de rechter. En dat is degene die de tip heeft gegeven waar de daders de hash zouden kunnen vinden. Klopt. En dat zou dus een horecahouder uit Antwerpen zijn die, meen ik ook, in Bergen op Zoom woont. De advocaat van de verdachte kijkt heel anders tegen de gebeurtenissen in het theehuis aan. Ja, ontslag van rechtsvervolging levert dat dan op. Volgens de advocaat zijn deze verdachten dus aangevallen door het latere slachtoffer. En hebben zij zich verweerd. En is dat verweer weliswaar uit de hand gelopen door die dodelijke schoten. Maar blijft dat noodweer of juridisch gezien noodweer excess? En zou dat dus niet tot straf moeten leiden? Als het al tot straf zou moeten leiden, zegt de advocaat, dan is 18 jaar buiten alle proporties. Dan zou het veel en veel minder moeten zien gezien de hele toedracht van de zaak. De rechtbank in Breda doet over 14 dagen uitspraak.